drie tafels, omdat ik dit wel echt het mooiste gala van het jaar vind. Dus het mooiste gala, mooi afwisselend, goede verzorging, goede omlijsting. Dus echt heel goed om met goede relaties om die hiervoor uit te nodigen. En dat betekent dat cultuur voor economie heel belangrijk is. Zeker in een stad als Den Haag, dat is een internationale stad. Dus ik ben heel blij met het residentieorkest. Dat is een goed exportproduct en daarmee kunnen we ook heel veel internationale bedrijven naar Den Haag trekken. En dat is goed voor de economie en dus goed voor de stad. Dat je je op zo'n avond kan profileren en echt kan laten zien dat je er bent en waar je voor staat. En dat is van cruciaal belang, omdat op het moment dat je dat doet, je eigenlijk je handtekening zet onder het fundamentele belang van kunst en cultuur. En daar maakt klassieke muziek natuurlijk door de eeuwen heen altijd al deel van uit. Meegemaakt en veel concerten bijgewoond, maar dit is top of the bill. We hebben een formule, wat de meeste gala's toch altijd wel een beetje in de weg zit, is dat je op één plek aan een tafel zit en dan de hele avond naast dezelfde mensen zit. Die formule die wij hebben is dat je dus met het concert, wat we dan bieden natuurlijk, maar ook met de verschillende andere activiteiten, het een heel dynamische avond is. En ik denk dat veel gala's omlijst worden door muziek. En bij ons is de muziek centraal. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen en waarderen. Ik heb aangeboden dat een van de mensen die, of een van de bedrijven die vandaag ook hier het residentieorkest wil ondersteunen, als we daar een goed bod tegenover stellen, dat ze dan een dag met mij mogen meelopen. Dat ik ook zorg dat zij een goede entree hebben op het ministerie. Maar daar moet wel wat over tegenover staan. Ik zet mezelf in. Zij moeten hun steun aan het residentieorkest dat tegenover stellen. En ik ben blij dat ik op die manier ook een steentje bij kan dragen aan een ondersteuning van het residentieorkest.